Het gaat even over 1990. Toen Ajax nog in de Meer speelde, zaten wij op 1,3 miljoen mensen in deze regio. 1990 is een belangrijk punt. 1,3 miljoen. 2017 zitten we op 2,4 miljoen mensen in deze regio. Ja, voor de Amsterdammers die nog steeds denken dat de Prinsengracht het einde is, dat is het niet. Ik denk dat u wel ziet hoeveel het gegroeid is, de infrastructuur. Vrij simpel vraagje, wat is de ring van Amsterdam? Kom maar, wat is de ring? A10. Ja, wie durft? Heel goed. Als ik het gevraagd had zonder die kaart te laten zien, had iedereen meteen de ring A10 gezet. En had me een hele domme rukker gevonden als ik gezegd had A9 of A5. Wat ziet u? Ziet al lang dat dit het hele gebied is. Eigenlijk is dit al lang het hele gebied. Super belangrijk dat die scope, want het werd net inderdaad terecht gevraagd, en nog een keer 250.000 woningen erbij, en nog eens een keer 90.000 woningen in. Kortom, er staat wel wat te gebeuren, ja. En we hebben 1000 kilometer en we staan nu al rammend vast. Wake-up call voor iedereen, duidelijk. Kunnen we niet allemaal lopen. Sorry, ben ik heel hard over. 5 tot 25 kilometer, 90.000 man die werken hier. Ik wil ook zoveel mogelijk in mijn leven lopen. Ik wil ook zoveel mogelijk in mijn leven fietsen. Combinaties van OV en lopen, OV en fiets, absoluut. Ben ik het allemaal helemaal mee eens. Maar je moet echt opletten van afstanden van 5 tot 25 kilometer in metropoolgebieden, heb ik het over. Dus even niet meer in een dorp.